Kathleen en welkom terug op dit kanaal. In deze video laat ik jullie mijn vernieuwde ochtendroutine zien op mijn vrije dag. Want ja, ik ben het verhuisd. Alleen het verhuisd. Oh my god, dat is al bijna 2 maanden. Dat is al 2 maanden geleden. Oh my god, het gaat echt zo snel. Maar in ieder geval, dit is mijn ochtendroutine. En ik begin heel erg rustig opstaan. En de grootste verandering is dat ik eigenlijk niet meer echt op mijn gezin zit in de ochtend. Dus toppie, ik ga meteen aan de slag. En ik begin eigenlijk met naar het toilet te gaan. Nu, daar neem ik jullie niet naar mee. Dat is mijn privéplekje. In ieder geval, als ik terug ben, dan voel ik mij veel beter. Hoppa, en I'm back. En rechtstreeks naar de badkamer voor de rest van de routine. Oeh yes, en enkele coole overgangmomenten. We zitten in de badkamer, pijnlijk dat licht. Oh my god. Ik heb een nieuwe skincare routine en dat is wel een hele verandering tegenover de vorige keer. Ik doe mijn haar eventjes bij elkaar en ik begin eraan. Ik maak gebruik van Paula's Choice en ik ben hier eigenlijk heel erg blij mee. Ik voel dat mijn huid echt veel gezonder en veel beter is. Ik begin met de gezichtsreiniger. Daar werk ik niet enkel om het gezicht te reinigen, maar ook voor de balans eigenlijk over mijn hele gezicht. Ik heb zo'n gecombineerde vette huidachtig en droog, zo'n beetje van alles eigenlijk. En dit zorgt er eigenlijk voor dat mijn gezicht er gewoon veel beter uitziet. Dan ga ik op naar het volgende en dit is eigenlijk een soort van lotion. Als ik het aflees op de website staat er exfoliant. Dus het is een soort van lotion eigenlijk dat ervoor zorgt dat alles er egaler uitziet. Er veel netter uitziet dus en dus minder rode plekjes of poebeltjes. Dan ga ik dus over naar het laatste en dat is eigenlijk gewoon een dagcreme met een klein beetje zonnecrème in. Dus we schermen de huid nog beter. En dan nog een klein beetje happy erbij. Dan haar ga ik eruit. Auw, echt zeer. En dan mijn haarkammen. Auw, dat kan ook echt zoveel zeer soms. In ieder geval, ik gebruik vandaag droog shampoo. Ik had geen zin om mijn haar te wassen. Zoals heel vaak op vrijdag eigenlijk. En dan gebruik ik gewoon droog shampoo. Ik gebruik later die van Baptiste. Ik gebruik die al super lang. Ik vind die keigoed. Ik ben er heel blij mee. Ik spray op al mijn wortels. Zeker aan de achterkant. Want daar is mijn haar altijd vettigste. Dan wrijf ik alles goed in en ja, ben ik klaar. Oh ja, en ik kam het altijd heel eventjes extra. Dan ziet het er gewoon beter uit. Moet helemaal niet, maar ik doe dat gewoon graag. En dan ben ik ready. Klein beetje doen, wauw, maar nee, dat doe ik nooit. En oh ja, bijna vergeten, nog eventjes mijn nagels geknipt, want dat was echt nodig. En dan deze coole transitie. Woehoe! En dan ga ik natuurlijk ook weer met een coole move de badkamer uit. En bijna vergeten het licht. Dan ga ik naar de slaapkamer en nu is het tijd om meteen gaan omkleden. Nu doe ik eventjes nog wat gek. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik was in de mood zeker. I don't know. In ieder geval, ik kan het dan weer niet laten om even Sims-achtig te zijn. Dus even een Sims-transitie. En hopla, klaar. Omgekleed. Dan laat ik al het licht binnen en zalig, dat zonnetje was echt lekker warm. Iedereen zegt altijd, je moet je bed opdekken in het begin van de ochtend, blablabla. Ik doe dat niet, ik leg het open, zodat het kan luchten en fris worden, dat het niet alle vieze dingen dicht blijven. Ik weet niet, ik wil dat gewoon open, dat het wel kan verluchten. Maar daarvoor moet ik natuurlijk het raam openzetten, want dat was ik heel eventjes vergeten daarnet. Maar dat doe ik dus nu. Het raam openzetten, dan kan heel de kamer in het bed heel goed verluchten. En dan ga ik naar de living, ik doe de gordijnen open. Het was al een klein beetje open. Op mijn scène opgestaan. Ik doe het nog wat verder open en laat ook daar het licht binnen. Behalve het middelste gordijn heb ik niet open gedaan, want daar had ik gewoon geen zin in en dat was niet nodig. Toen was het even echt van, oh, ik zei dat de afwasmachine nog olie gemaakt moest worden en ik dacht van nee, maar ik heb het dan toch wel gedaan, zodat ik er vanaf was, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Voor jullie skip ik het hele gedoe, want ja, ik bedoel, ik vond het niet leuk, dan moeten jullie daar ook niet naar kijken. Dan ben ik klaar en ik laat nog wat spoeltjes in van de avond ervoor. En dan is het tijd om lekker te eten. Oh, ik kan dus niet direct beginnen met eten, want jullie zagen laag nog superveel kruimels van Senna. En ik was nog even aan het nadenken wat ik ging eten. Maar ik weet het, ik eet een lekkere wafel met preparé. Because yummy, delicious. Echt zalig. Oké, even naar voren schoffelen en de wafel pakken. En natuurlijk de preparé. En ik moet toch eerst proeven of het lekker is voordat ik het op de wafel doe, toch? Dan gedaan. Als ik mijn wafel opeet, dan kijk ik op mijn gsm en doe die dingen. Ik check eventjes alles. Dus dat is eigenlijk het eerste moment dat ik mijn gsm pak. Soms doe ik dat ook als ik op het toilet zit, maar vandaag niet. Dus ik was wel trots op zelf. Dan was het nog eventjes uitstrekken en nog wat halen pakken worden. Alles opruimen en dan ging ik naar de winkel. Dus ik doe hier mijn schoenen aan en zo. En ik maak me klaar om naar de winkel te gaan. Het is dan ook het einde van deze ochtendroutine. Ik vond het een heel leuke video om te filmen. En ik hoop dat jij het heel leuk vond om naar te kijken. Laat ook zeker eventjes een reactie achter om te laten weten wat je ervan vond. En oh ja, nog heel even een leuke transactie. Maar ja, dat sip gezicht doe ik omdat ik een jas aan heb die ik niet leuk vind. Maar ik moet die aandoen, want ik heb geen ander meer. En nog even een coole transactie ertussen, want dat kon ik niet laten. Als je het een leuke video vond, geef dan alsjeblieft een like. Zou ik heel erg fijn vinden. En abonneer ook even op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jou heel erg graag in mijn volgende video terug. Doei! Let's check it if it was okay.